Oh nee, het komt! Nee, het komt los, het komt los, het komt los! Oh, wacht, oh, hou, nee, wacht, hij is echt... Oh, ja. Daar wil je niet op springen, trouwens. Kijk hoe goed deze magneet is. Dit is zoveel beter dan de vorige keer. Leuk dat je kijkt naar een video. Mijn naam is Milan Knol. Ik ben vandaag samen met Koen en Sven. Andersom. Ja, we gaan vandaag magneet vissen. Dus laten we werpen, boys. Let's go! Oh. Zo, ja hoor. Eerste worm. Ik hoop dat nog schroeven überhaupt in de brug zitten. Ja, ik weet niet zo goed wat ik gevonden heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het lijken hele oude spijkers of zo. Ja. Ze zijn elastiekjes magnetisch. Oh, dat is natuurlijk het stukje, dat metaaltje. Ja. Oh, ik heb iets. Ik heb iets zwaars. Nou, nee, ik heb hem toch. Ja hoor. Ja hoor, een dinobot. Ik zie het al. Magnetisch. Oh, dat ziet er wel gek uit, ja. Wat is dit, joh? Het ziet er wel vaag uit. Het is het grootste tot nu toe wat we hebben. Kijk wat ik heb. Wow, yo. Nog met tekst erop of iets? Je hebt een armbandje. Dat zijn... Scheermesjes. Ja, man. Waar, wat staat erop? Ja. Oh, stainless steel. Oh. Nou, dat is niet echt stainless, want het is wel vergaan. Vet? Ja, leuk. Maar wat is dit? Een bot. Ik denk van een oude brug of zo. Ik zit weer vast. Weer beet. Zo, gast, dit zit vast. Hij is te zwaar. Kun jij hem erbij gooien? Echt? Ja, serieus. Want ik zit vast, maar zodra ik hem aantrek, dan ga ik meteen los. Ik zit er precies op. Je ziet wel bubbels namelijk. Gaat hij een beetje los. Ja, je hebt hem hier ook. Je hebt hem daar ook. Zie? Oh ja. Jezus. Ja. Die is wel sterk, joh. Die... Oh, ik zit aan jou vast. Nee, nee, nee. Zeker niet. Zo. Ja, kun je even voorkomen? Ja, is hij zo? Ja, dit is zwaar? Echt Kloeze 2000. Zo, hij is echt zwaar. Het lijkt bijna een leiding, joh. Oh nee, het komt. Nee, het komt los, het komt los, het komt los. Oh, wacht, hij is echt ziek zwaar. Shit. Oh, wacht, even ik ben terug. Los, ik ben los. Zo, ik ben los. Dit kan echt een kluisje ik zijn. Ik ben los, ik ben los. Maar dit is zo zwaar. Ja, daar gaan we. Ja, let's go. Bijna we go. Komt ie. Wat hebben we? Zo! Oh mijn god! We hebben een brug, kom, we zitten hier op de kant. Oh, 3, 2, 1, kom! Jeetje! We gingen losrijden, joh. Zo! Zo zat hij er echt achteraan. Dit is echt gewoon een stuk van die oude brug, joh. Oh mijn god, hier dat kan niet. Alleen mijn brug onderdelen. Mijn magneet zit vast, sowieso. Ja. Ik help je hier gewoon tillen. En jij trekt daar. Draai, twaai, ai. Ja hoor. Kijk. We gaan. Touw trekken. Zoals dat touw knapt. 3, 2, 1. 3. Oh, oh ja, ja, hij is los. Hij is los. Oh, oh my god. Oh my god. Oh, daar gaan we niet meer vissen. Nee. Nee, nog niks. Nee. Wel een keer twee oude mannen. Oh ja, dat was ja, ik dacht dat we allemaal oude dingen zouden vinden, maar ik denk dat dat achteraf gezien wel een beetje meevalt. Kijk, vooral troep. Hier hebben ze wel vroeger oorlogdingen gehad en forten en weet ik het allemaal. Dus ik dacht van misschien daarom. Maar helaas, allemaal troep. Pa. Nou, dit was helaas niks. We gaan even naar een nieuwe locatie. Hopen dat we daar wel... Ik heb wat! Ja. Kom maar door! Ja, ja. Hopen dat we daar wel iets vangen, mag ik zeggen. Wat een timing! We zijn op een nieuwe locatie, boys. Ik ben heel benieuwd. Een of andere rode stein weet ik veel waar we zijn. Mijn zoektocht naar een fietsbel gaat nog door. Want ik heb de vorige keer met Shahid gedaan en toen wilde ik een fietsbel. Ja. En ik heb nog steeds geen fietsbel. Nou, geluksworm! Wel, ze verst. En maar schoonmaken. Zo. Elke worp is gewoon een en al ellende. Gewoon eraf halen, je gooit er weer, komt hij er zo weer uit. Ja, ik heb beet. Ja? Geluksworp, ik heb beet. Komt hij omhoog? Ja, hij komt. Kom op. Daar komt hij. Fiets wel. Zo. Zo. Oké. Wat is dit, joh? Ja, dat is een schep.
echt. Ja, dit is een schep. Ik hoor hem zo mooi vastklikken. Nou, eerste worp. Is niet verkeerd. Oh, ja. Daar wil je niet op springen, oh, trouwens. Een bonker. Zo. Zo, als je daarop springt inderdaad. Ja, dat is echt niet fijn, hoor. Nee, dat is heel ding. Zo, dat is echt gevaarlijk. Dat is echt gevaarlijk. Maar op dit muntje na hebben we niets meer gevonden, dus gingen we naar een andere brug. Hier is een kerk, die is allemaal oud. Ik hoop dat we wat oude dingen tegenkomen. Ik zit weer goed vast. Onder de brug weer. Ja. Ja, het komt los. Ja, 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 ik heb hem. Komt het? Spannend. Het is heel zwaar. Zwaar? Ja. Onder een brug? Ja. Oh, ik zie het. Zo. Wajo. Holy moly. Wat is dit nou weer voor een rioolpijp? Ja, ik weet het ook niet, gast. Ik heb een of andere pijp, inderdaad. Holy moly. Ja, leuk. Het is geen kistje of zo, hè? Nee, er zit niks in ook, volgens mij. Nou, er zit wel veel beestjes in en shit. Ik heb hier ook geen goed gevoel over, eigenlijk, heel eerlijk te zijn. De hele dag zit een beetje tegen. Beetje jammer. Er kwamen net kinderen hier uit de buurt. Dat is Tom. Want die zeiden van ja, we hebben dingen gevonden daar. Op de andere brug. En bij die brug daar zo, daar hebben ze kogels gevonden of zo. Tenminste, zeiden ze eerder. Maar ja, kinderen hebben een mooie fantasie. Yeah. Ja, netjes toch? Ja, dat is een prima worpie. Wat hebben we? Wormpie. Nog niks. Zooi. Een slot hebben we gevonden. Ik heb hem al gesloopt, maar dit was dus een slot. Leuk, dat is het enige wat we eigenlijk hebben gevonden. Niet veel, echt niet veel. Maar dit is wel heel oud, maar niet waar we voor komen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn vandaag in Utrecht voor onze tweede dag om te kijken of we nu wel iets goeds kunnen pakken. Ik denk het wel. Ja? Ik denk het ook wel. En met een nieuwe magneet moet het goed komen. Dus laten we gewoon de eerste gooi doen en kijken wat we gaan pakken. Ik heb wel iets. Oh, nu al? Spijkertje. Nee, maar dat is een goed teken, hè? Dat we al gewoon beginnen met één ding. Dat is goed. Dat is gewoon dat goed, hè? Is... Daar. We hebben dus nu nieuwe producten. Ik heb nieuwe handschoenen van Magnetar. Ik heb een nieuwe magneet van Magnetar. En hij heeft hem zelfs al van tevoren vastgemaakt. Dus shout-out naar Magnetar voor het fixen van deze spullen. Want dit zijn veel betere spullen dan die we de vorige keer hadden. Dat was gewoon op zo'n random pagina gevonden. Maar Magnetar is een goed spul. Ja, kijk maar. Ik heb meteen wat. Ha. Wat heb jij? Ik heb een goud lintje. 2019, hij is niet heel oud. Oh. Oh nee, Polen, Polska. Oh, dat is slotties. Die kunnen wij wel gebruiken. Ja, één gros is dit. Eén gros. Dat is geen Pols. Dat zijn slotties. Czech Pospolita Polska. Ik denk een kermismuntje. Ik denk ook een kermismuntje. Ja. Nee, dat geloof ik niet. Dit gaan we even googlen. Dit is een munt uit Polen. Ja. Eén cent. Maar dat is in Nederland dus 30 cent waard. Zo. Dus jullie hebben 30 cent. Gedeeld door 3, 10 cent per persoon. We hebben een 10 bani. Oh, nog een muntje. Dit is wel een mooi hoor. Weet jij wat 10 bani is? Hé, hey, Roemenië. Is het Roemenië? Ja, joh, jullie vinden alleen maar geld, man. Holy shit. 10 bani. Nou, bewaar hem. Ja, ja, top dit. Nou, we vinden wel in ieder geval iets. Vorige keer hadden we echt vrij weinig, maar dit gaat best goed. Je weet niet zo goed wat het is en wat je ermee kan, maar het is wel leuk. Ik heb een idee. Als jij raadt wat hier zometeen aan zit... Ja? Dan ga ik voor een schroefje. Grootste kans. Oké, okay, je krijgt 10, hè? Je krijgt 10. Oké, okay, jij krijgt ook 10 dan, hè? Schroefje? Schroefje. Hey. Bierdopje. Bierdopje, oké. Okay. Dus ze krijgen de 10. Ik zei niet 10 wat. Komt-ie, hè? Wat zit eraan? Nee.
Schroefje sowieso? Nee, het is een spijker. We moeten wel eerlijk zijn. Oh, oké. Okay. Het is een spijker. Nou ja, dit dan is het een schroefje. Oh, een slot. Oké. Okay. Nog een slot? Dit is een schroefje? Nee, ook een spijker. Schroefje? Spijker. Schroefje? Spijker. Schroefje? Oh. Nee, spijker. Haarspeld. Had je ook kunnen zeggen. Ja, maar ik hoor ook iemand een bierdopje zeggen, toch? Oh, bierdopje. Bierdopje. Hoppa. Lekker. Nee, alleen spijkers inderdaad. Geen schroefje. Nou, kom maar. Hier is je prijs 10. Dank u wel. Leg hem er maar bij. 10 bani, ik zei niet wat, hè? Nee, daarom 10 bani. Mijn eigen muntje ook. Deze magneet is zo sterk dat ook alles aan de zijkant blijft plakken. En dan kun je met dit muntje gewoon hopen dat hij aan de zijkant pakt. Zo! Kijk hoeveel het helpt. Zo! Kijk hoe goed deze magneet is. Oh, dit is zoveel beter dan de vorige keer. Deze heb je, hè? Ja, deze wel. Even kijken. Fietsbel! 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 Eindelijk! Die zoek ik al 2 weken. Ja, dit is allemaal niet zoveel, hè? Een slot, een dopje. Zo, dit is een schaar, bro. Ja, een beetje verrust. Ja, weet je wel inderdaad, ja. Ja, hier kun je geen haartjes meer knippen. Ja, je vindt... Oh, muntje. Ja, dit is gewoon 1 cent. Ik leg hem bij de andere muntjes. Hey! Een bel, fietsbel. Okay. Zo vind je er nooit en zo heb je er 2. Heb je gevonden? De andere helft van de fietsbel? Ja. Of niet? Wacht, hier ligt hij. Oh nee. Jawel, kijk, ik heb de bovenkant. Jij hebt de om. Nee, volgens mij zijn 2 bovenkanten. Dus omdraaien? Ja, nee, het zijn 2 bovenkanten. Je bent echt een belkenner, hè? Ja, dat weet ik wel hoor. Ik weet niet of je ooit die video voor mij hebt gezien. Het gaat over iets van fietsen. Weer een muntje. Hoeveel is het? 5 cent muntje. Ik heb 6 cent verdiend vandaag, maar dit is voor 100% waard. Er zit een klein knoopje in. Oh, zit er een knoopje in? Ja, kleintje maar. Oh. Dat daar. Ja, kleinigheidje. Wij hebben hetzelfde dit probleem. Een muizenval. Hoop ik niet dat hij denkt... Zet hem eens op spanning. Hij is al gevangen, het muisje. Ziet er al best fresh uit, hè? Moet ik even voelen. Zit hij erop? Ja. Deutje. Jeutje, de tere. Zo. Even Milan laten voelen. Kan jij kijken wat het is? Ik weet niet wat het is. Wacht even. Kijk, joh. Een hele wasmachine of zo. Een wasmachine? Ja, ik weet het niet. Wat heb je? Ja. Oh, dat is een muizenval. Denk je? Raak hem eens aan. Dat staat erop, mousetrap. Ah, kut, ik durf niet, man. Kut, ik haat dit soort dingen. Bro, ik haat dit. Ik heb nog handschoentjes aan. Ja. Ja. Pijlen, nee, ik doe het niet, gast. One of the million. Hier, kijk, zo heftig is het niet, let op. Zo. Zo heftig is hij niet. Geld. Weer. En weer 5 cent. Nu heb ik zo 2 cent. Bro, ik ben aan het cashen hier. Ze hebben niks in de gaten, hè. Als je dit ziet, waar denk je aan? Ja, dat is een plankton. Oh, huh? Lijp, hè? Waarom zit er een AirPod aan een... Wat is dit? Ik denk dat het een schep is. Ja, maar ik dacht dat ook. Ik dacht, zo je schep, maar in één keer draaide ik moms. Zit er gewoon een AirPods in? Nou, Sven en Koen die zeggen van we gaan even richting de hoofdstraat. Maar ik heb nog gewoon een gevoel dat hier deze bruggetjes nog meer zit. En kijken of ik hier nog iets blijf vinden. Als zij iets hebben, dan zouden ze me bellen. Of dan hoor je een boom, zei hij. Ja, ik heb iets. Zo. Zo de mieterij. Oh, ik ben los. Oké, dat was gegarandeerd iets. Och, weer geld. Jeetje. Weer 5 cent. Hoppakee. Oh, hier. Lachgaspatroon. Maar dat zware ding wil ik nog wel even een keertje langs. Ja, hier zit hij. Waarom zijn Sven en Koen net weggegaan? Verkeerde moment.
Ja, dat is, daar zit weinig beweging in. Wacht, als jij daar een beetje trekt? Ja, ik heb... Het is heel groot, hè? Oh, los. Was dit het? Was dit het? Dat kan niet. Nee, het was meer. Jongens, ik ben niet zo slap, hoor. Dat was meer. Hè? Nee, dit was het niet. Kan niet anders. Wat is het ook trouwens? Voor mij is het gewoon iets van de bouw. Ik ben benieuwd hoe het bij Sven en Koen gaat. Want ik heb hier helemaal niks. Daar is hij weer, hoor. Hè? Ja, hebben jullie al een kluis voor onze collectie? Ja, wij komen even kijken wat jullie allemaal hebben, joh. Kijk, kom eens even. Welkom bij mijn verzameling. We hebben sloten. Kies maar. Lang, kort, met ketting. Voor in de deur. Altijd handig. Maar, dit is allemaal meuk. Check dit. Sleutel. Ik weet niet wat voor sleutel. Fietssleutel, denk ik. 5 cent. Toch weer geld, toch weer geld. En een sleuteltje van een deur, denk ik. Maar ja, dat was het eigenlijk. Oh, en wat heeft hij nu? Wat is dit? Ik heb geen idee. Het glimt wel een beetje. Nee, geen idee. Ik zie ook niks van tekst staan of zo. Hier is echt veel, hoor. We hebben geld, we hebben geld. We hebben geld. 10 gulden. Zo, die is oud. Is meer dan 23 jaar oud dan. Nou, toch weer geld, hè? We worden rijk hier, hoor. Daar word je bang van. Ja, dit was wel een waardevolle buit. Maar we gingen nog naar één plek waar het toch eventjes wat anders liep. Oké, komt ie. Oh, ja. Oh jee, weer in de knoop dit. Ik zit vast. Hij zit hier weer in de knoop. Ik zit ook echt vast. Ja, ik zie het. Wat hebben we? Ja, we hebben iets. Zo, wat gebeurt daar ineens? We zijn aan het magneetvissen hier, heel relaxed. En in één keer dit. Hij komt niet van ons, hè, die rook. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik word een beetje afgeleid. Ja, ik ook.